we dit agendapunt 8.6 naar de volgende week. Dus we blijven evengoed drie categorieën stukken overhouden. Andere opmerkingen over de agenda? Dat is niet het geval. Goed, dan is hij al dus gewijzigd vastgesteld. De besluitlijst van 19 maart jongstleden. Wenst iemand daarover het woord te voeren? Dat is niet het geval. Al dus conform vastgesteld. Dan de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken. Daar heeft u het lijstje van gezien. U heeft ook in de commissie stilgestaan bij een aantal van die stukken. Wenst iemand over die voorgestelde wijze van afdoening nog het woord te voeren? Dat is niet het geval. Dat is al dus conform besloten. Dan zijn we bij de categorie hamerstukken. Een viertal voorstellen waar is vastgesteld dat u geen behoefte aan verdere discussie heeft, maar conform het voorstel kan worden besloten bij hamerklap. Die komt zo meteen nadat ik heb gemeld dat het gaat over het voorstel van het seniorenconvent in zaken de wijziging van de verordening ambtelijke bijstand. Het voorstel in zaken de ontwerpbegrotingswijziging 2019 en het algemeen financiële kader 2020 en verder van de gemeenschappelijke regeling EMCO groep. Over het voorstel van in zaken het afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor het uitbreiden van stalruimte op het perceel Broekkampsdijk 2 te Dalen. En over het voorstel van het college in zaken integraal huisvestingsplan. Al die vier voorstellen kunnen met één hamerslag worden afgedaan en al dus conform besloten. Dan een stuk waar van uw kant is verzocht om daar toch de mogelijkheid te openen van een korte stemverklaring. Dat gaat over het onderwerp bestemmingsplan transportleidingen Bek-Coevorden, de heer Stoker. Gaat u gaan. Ja, voorzitter, dank u wel. In juni 2017 kondigde Bio-Energie Coevorden aan middels de beste technieken zogenaamd groen gas te gaan produceren in de gemeente Coevorden. Sinds 2017 heeft mijn fractie geconstateerd dat er keer op keer wijzigingen en nieuwe onderdelen op de liggende vergunning werden ingediend bij de RUD, op grond waarvan we circa 100 schriftelijke vragen hebben gesteld. Voor niemand omwonende bezwaarmakers en politiek is dit proces nog bijna te volgen of bij te houden. Naast productie van het zogenaamde groene gas komt er volgens BEC ook veel CO2 vrij, maar dat zou worden afgevangen, vervolgens vloeibaar gemaakt worden en dan hergebruikt worden in de glasvezelbouw om zodoende, citaat, het proces van vergisten te plaatsen in een keten van activiteiten die van het totaal een circulair en duurzaam systeem maken. Inmiddels is helder dat dit niet zal gebeuren en dat er meer dan 30.000 ton CO2 op jaarbasis uitgestoten zal worden. Ook is er helder dat er meer en andere stoffen dan voorzien uitgestoten worden. Het is nog een technisch verhaal, daar ga ik vanavond niet op in. Maar ik heb de raadsleden gisteravond ongeveer 2500 pagina's in twee A4's toegestuurd om aan te geven hoe het bedoeld was en wat het zal worden. Bio-energie ziet een verdienmodel vooral in de verkrijgen subsidie, wat bij de productie neerkomt op ongeveer 20 miljoen per jaar. De provincie gaat over de vergunningen voor de vestiging van BEC, dat snappen we heel erg goed. Omdat de raad enkel alleen nog iets mag vinden over de transportleidingen, is het voor de fractie van het pak het laatste middel om de activiteiten van BEC tegen te houden. Voor ons is dat de reden om tegen te stemmen. Dank u wel. Ik vroeg me net af of ik u zou moeten vragen waar het element kort in de korte stemverklaring nog. Ja. Het had nog veel langer gekund, wou ik zeggen. Ja, nou, dat is goed om te weten voor de volgende keer. Dank voor deze stemverklaring. Andere stemverklaringen mogen natuurlijk ook worden afgegeven over ditzelfde onderwerp. Niet het geval. En dan is met de stem van de fractie PAK tegen het voorstel aangenomen. Aldus besloten. Dan zijn we bij de bespreekpunten. Categorie 8. Nog 5. En een paar bijzondere daarbij. Maar eerst gewoon een regulier voorstel van het college over de economische visie Coevorden onderneemt. U heeft daar het raadsvoorstel aangetroffen en ik geef het graag in bespreking. Wie wenst het woord? De heer Zuur. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de economische visie en dynamische werkagenda met als uitdagende titel Coevorden onderneemt. Het voornemen om deze op te stellen dateert alweer van het bestuursprogramma 14-18 en het werd dus tijd. Maar we weten allemaal dat, willen we met een visie komen waar alle partijen over hebben kunnen meepraten en meedenken, dit gewoon lang duurt. Een paar opmerkingen vanuit onze fractie. Met de uitgangspunten samenwerken en ambitie kan onze fractie van het CDA het van harte eens zijn. Maar die laatste, ambitie, zou wat ons betreft wel wat concreter mogen worden verwoord. Want waar streven we concreet naar? En wanneer zijn we goed op weg? Wanneer hebben we ons doel bereikt?
Dat zou bijvoorbeeld kunnen in een cijfer dat de ondernemers geven aan onze dienstverlening. Natuurlijk altijd discutabel, maar het is wel een van de mogelijkheden. Of met een na te streven vermindering van het aantal langlopende vacatures. Wij willen u vragen om daar toch wat meetpunten voor te bedenken, portefeuillehouder, zodat u en ook wij de voortgang kunnen volgen. En daarmee kunnen zien of we op de goede weg zijn. Er is overlap met het project Dutch Tax Zone. Dat is logisch, want dat maakt het voor ons als raad wel eens lastig om te beoordelen wat onder de ene vlag en onder de andere vlag gebeurt. En dan hebben we het straks nog de regio-deal, waar vanavond weer een vervolgvoorlichting over was. Beoogd is dat deze visie op lokaal niveau aanvullend is. Wij vragen het college dit onderscheid in de rapportages van de planning- en controlecyclus en of andere rapportages steeds goed duidelijk te maken. Zodat we weten dat het geld goed en onder de juiste vlag wordt uitgegeven en verantwoord. Dat verwachten we te zien in de toegezegde jaarlijkse rapportage. Zoals ook in de commissie opgemerkt is geconstateerd dat de retail, de binnenstad en het sector toerisme en recreatie geen deel uitmaken van deze visie. Dit omdat daar afzonderlijke beleidsagendas van zijn. Dat begrijpen we, maar dat vinden we wel jammer. Want het een kan niet zonder het ander. Nee, het moet het ander juist kunnen versterken. Wij vertrouwen erop dat in de uitwerking wel steeds verbinding wordt gezocht en gevonden. Het werkbudget, zoals gevraagd voor 2019, is conform ons verzoek in de commissie gespecificeerd. Daarvoor dank. Het geeft op deze manier beter inzicht in de activiteiten die worden ontplooid. Een vergelijkbare onderbouwing verwachten wij wanneer ons gevraagd wordt om een oordeel te geven over de financiering van de resterende 5,5 ton. Nog wel even iets over die gevraagde financiering. Dit is alweer de derde begrotingswijziging. 2019 met de gevraagde dekking uit de algemene reserve. Was dit nog niet in beeld bij het voorleggen van de begroting 2019? En hoe zit het met die miljoenen die wel zijn gereserveerd bij de begroting? Is daarbij al zicht op concrete besteding? Dat is niet het onderwerp van dit raadsvoorstel natuurlijk, maar we vinden het wel opvallend en belangrijk genoeg om nu op te merken. Want ook dit bedrag, althans de jaarschijf 2019, gaat wederom ten laste van de algemene reserve. En u weet hoe wij hierover denken. Het convenant. Veelal wordt een convenant gebruikt in situaties dat reguliere middelen niet effectief blijken en om uiteenlopende afspraken vast te leggen. Afspraken veelal in de context van beleid, intenties of samenwerking. Is dit convenant nodig? U gaf eerder in de commissie aan dat de andere partij, ondernemend Coevorden, hierom gevraagd heeft. Blijkbaar hebben zij het nodig in het goede werk dat zij in dit kader doen. En dan kunnen wij daar natuurlijk niet op tegen zijn. Maar ons advies is dan wel om dit convenant dan ook echt levend te houden de komende jaren. Het kent niet voor niets geen eindmoment. Ten slotte, wij wensen u en onszelf veel succes met de uitwerking van deze economische visie. Laat het onder meer via de projecten waarmaken waarvoor het staat. Want werk, banen, mensen met een geschikte opleiding samen met een goede infrastructuur, zowel letterlijk als figuurlijk, is wat Coevorden nodig heeft. Zowel in de stad als in de dorpen. Het versterkt Coevorden in velelei opzichten. Dat is wat we nastreven met de activiteiten onder deze visie en de bekende andere projecten. Wij wensen ons veel succes. Dank u wel. Dank u wel, meneer Zuur. Dan, wie wenst hierover nog meer het woord te voeren? Niemand? Ja, de heer Mulder, G. Mulder, Partij van de Arbeid. Dat zeg ik ter verduidelijking maar even bij. Ja, dank u wel, voorzitter. Het college stelt voor in te stemmen met het economisch beleidsplan, het werkbudget 2019 beschikbaar te stellen en de benodigde middelen voor de jaren 2020 tot 2022 mee te nemen in de kaderbrief. Tijdens de bespreking in de raadscommissie hebben wij al aangegeven het voorstel te steunen. Wij ontkennen de noodzaak en zien aan de onderbouwing van uw werkbudget 2019 welke concrete projecten de komende periode op stapel staan. We zijn dan ook verheugd te zien dat dit beleidsplan in de projecten aansluit op ons verkiezingsprogramma. Daar staat onder andere in het stimuleren van regionaal economische werkgelegenheid, aandacht voor bestaande bedrijven, revitalisering van bestaande bedrijventerreinen
en onderzoek naar een nieuw bedrijventerrein langs de A37. Punten die ook nu in het werkplan staan. Daarbij heb ik wel de opmerking dat er enorm veel projecten de komende tijd op stapel staan. Ik wil u wel vragen om daar de nodige prioritering in te leggen. Liever goed werk dan half werk. We zien uit naar de voorstellen en met name voorstellen in de kaderbrief over het vervolg naar 2020-2022. En daarbij willen wij als PvdA-fractie dan ook een integrale afweging maken hoe we daarmee omgaan. En dan kijken we niet alleen naar de economische groei, maar ook naar voor ons belangrijke thema's als onderwijsuitvesting, duurzaamheid en cultuur. Maar vooralsnog wil ik u succes wensen met de uitwerking van dit voorstel. Dank u wel. Dank u wel. Ik zag de heer Stoker zijn vinger opsteken. Ja, gaat uw gang. Pak. Voorzitter, dank u wel. Met de voorliggende economische visie borduurt u voort op de eerder geformeerde beleid onder naam Koevoorde onderneemt. De missie is een optimaal vestigingsklimaat creëren voor ondernemers. U geeft daarbij een voorzet op verschillende terreinen en u vraagt de Raad een bijdrage te behoeven van het geactualiseerde beleidsplan en geeft aan een convenant met ondernemend Koevoorde te willen sluiten. Ik heb al begrepen dat het werkbudget 2020-2022 in de kaderbrief 2020 nog zal worden toegelicht. Waar wij nog wel een vraag over hebben is het volgende. Ook wij realiseren ons dat er op dit moment een hele hoop projecten zijn zoals de regio-deal, Dutch Tech Zone en nu ook weer Koevoorde onderneemt, waarbij we tot een afweging moeten gaan komen. Waar wij steeds naar op zoek zijn, hoe houden we de verbinding met elkaar? Dat is echt een belangrijke vraag voor ons, omdat het nu lijkt alsof het allemaal losse onderdelen zijn, maar ze hebben natuurlijk allemaal verbinding met elkaar. Dat puzzelt ons wel om dat beeld ook te houden. Daarnaast puzzelt ons ook het volgende. Net als bij de Dutch Tech Zone zullen er evaluaties plaatsvinden. En waar wij heel bang voor zijn, is dat net als bij de Dutch Tech Zone de evaluaties tussen de ondernemers en de gemeente plaatsvinden en dat de raad daar onvoldoende bij betrokken wordt. Ik zou daar heel graag een lans voor willen breken om te zorgen dat wij wel degelijk ook nog invloed kunnen hebben op datgene wat er speelt, in plaats van dat ik het gevoel krijg dat we een soort van flappetap zijn. Dat zal niet de bedoeling zijn, maar dat is wel wat het beeld bij mij oproept. Dus zorg en tegelijkertijd wil ik ook het college succes wensen met datgene wat op dit moment voor ligt. Dank, meneer Stoker. Andere sprekers? Niet het geval. Dan kijk ik in de richting van de heer Zwiers of hij namens het college wil ingaan op de gestelde vragen en andere opmerkingen. Ga de gang. Ja, dankjewel. Het werd tijd, daar begon de heer Zuur mee. Ik denk dat ook wel zo is. Gelukkig roemde de heer Zuur ook het proces wat we met elkaar gelopen hebben. Ik moet u eerlijk zeggen, dat heb ik al eens vaker aangehaald. Daar ben ik ook wel trots op. Want door het proces niet te overhaasten, hebben we juist die goede verbinding met ondernemers, zowel in de stad als in de dorpen, goed kunnen maken. Als het om de ambities gaat en om de rapportage, dan begin je natuurlijk ook met een nulmeting. En ik denk die nulmeting, daar zijn we nu al mee aan de slag. Dus die enquête, die loopt al, of die is, volgens mij is die al weer gesloten. Dus de uitkomsten daarvan, die worden zo snel mogelijk verwerkt. En die zullen wij ook meenemen in de rapportages natuurlijk. En ik begrijp goed dat als je een visie hebt en je vraagt geld en je hebt projecten, dat je daarna ook moet kunnen meten in hoeverre zaken succesvol zijn. Je beoogt iets, je hebt een doel, nou, dat moet wel uiteindelijk zichtbaar, de uitkomst moet vertaald kunnen worden. Als het gaat om de overloop DTZ en regio deal, nou, een aantal van u was aanwezig vanavond bij de toelichting. Het loopt inderdaad soms in elkaar over. En dat is niet erg, als je maar ook als het overloopt, of als het verschuift zelfs van de economische visie lokaal naar DTZ, als we ons dan ook maar moeten realiseren dat daar dan ook dat geld misschien wel bij moet, of dat er op een andere plek al geld gereserveerd is, dan zullen we dat uitleggen.
Ik denk dat dat een heldere afspraak moet zijn, dat als het op een ander niveau, dus regionaal, uitgevoerd wordt, dat dan niet per definitie het lokale geld meegaat, maar dat we dan eerst kijken hoe los je dat op in de financiering vanuit DTZ of vanuit de regio-deal. En dat onderscheid, dat gaan we uiteraard duidelijk maken. Dat onderscheid, dat kunnen we ook wel maken, maar we moeten ook zorgen dat we de verbinding steeds laten zien, heb ik net gehoord. Dus het is eigenlijk voor beide belangrijk, hè, om te zorgen dat je financieel gezien het onderscheid maakt van hoe financieren we dingen. En aan de andere kant kun je het een niet loszien van het ander. Soms doe je het regionaal en heb je daar de effecten en soms heb je lokaal nog iets te doen en besteed je op dat op lokaal niveau ook het geld. Dat het een niet zonder het ander kan als het gaat om toerisme en ook de retailagenda, dat is helder. Maar we hebben daar zoals uitgelegd, ook een hele bewuste keuze in gemaakt om ook te zorgen dat de focus op de juiste dingen blijft. Toerisme, hartstikke belangrijk, hebben we apart focus op, hebben we eigenlijk al jaren en we hebben ook niet ontdekt waarom we dat niet meer op die manier zouden moeten doen. We hebben ook uitgelegd dat we daar een keuze in gemaakt hebben. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de retailagenda. Maar uiteraard heeft de heer Zuur een punt dat je dat wel met elkaar moet verbinden. De onderbouwing, ja, die heb ik al ook in een eerder stadium u toegezegd. En als het gaat om de dekking van vanuit de algemene reserve. Ja, op het moment dat we nu in 2019 zitten en de economische visie ligt er nu. Dan ga je ook niet zeggen, we gaan geen geld vragen, want de ondernemers staan in de startblokken, ergo ze zijn al gestart. En dan past daarbij dat wij bij u terugkomen als raad om daarvoor geld te vragen. En aangezien er in de economie amper geld zat, is het dan ook wel vrij logisch dat we bij u komen en dat we niet anders zien, geen andere mogelijkheid zien dan de dekking te verzorgen vanuit die algemene reserve. Want anders zou dat ook betekenen dat er op andere plekken geld over is. Nou, en we begroten nauwkeurig volgens mij. En dat is het dus niet. Als het gaat om dat convenant. Is dat nodig? Ja, ik denk dat dat misschien wel heel essentieel is. Want dit is echt nieuw voor ons. We hebben nog nooit eerder, volgens mij, een convenant gesloten op een economische visie met ondernemers die achter die economische visie staan, die hun medewerking eraan willen verlenen, die nu al de namen op papier hebben van wie in de verschillende projecten mee gaan doen. Dus ik denk dat dat eigenlijk heel erg waardevol is. Dus om nou het juridische convenant te vergelijken, bijvoorbeeld met deze samenwerking, om dat wij-zij-gevoel aan de kant te krijgen, want dat zat er met inwoners in het verleden, maar dat zat er ook met ondernemers, daar maken we nu weer een goede stap in. Dus ik ben erg blij met het convenant. Zeker omdat je dat ook niet elke dag in alle gemeenten ziet. Stad en dorpen werd nog even aangehaald. Ja, het gaat natuurlijk niet alleen over de stad, het gaat ook over de dorpen. We hebben daar ook projecten voor. Dat is inmiddels bekend. Hè, want we hebben ook een project bijvoorbeeld met ondernemen in het dorp van de toekomst. Daar zijn we ook al mee begonnen. Maar dat gesprekken kun je ook wel zonder geld voeren. Dus daar zijn we alvast mee gestart. PvdA had het nog even over de veelheid van projecten. Ik ben in ieder geval blij dat de heer Mulder aangaf dat hij wel achter de projecten zelf staat. Dat betekent dat als er iets niet wordt uitgevoerd, dat de projecten op zich niet ter discussie staan, maar dat we ze misschien even moeten doorschuiven. En dan hoort daar ook weer het geld bij wat we doorschuiven. Maar ik denk dat we daarin een goede planning maken en op tijd aan de bel trekken als dat nodig is. En vanuit het pak, ook die veelheid van projecten en zorg dat je de verbinding houdt tussen al die zaken die moeten gebeuren. De druk die het op ons legt, zowel vanuit de regio-deal DTZ en deze lokale visie, die ervaren we natuurlijk ook wel. Hè, maar omdat het zo aan elkaar hangt, is het eigenlijk ook wel weer heel eenvoudig om toch vol energie te geven op al die thema's. Als het gaat om de flappertap en de evaluatie waar u wat bezorgd over bent.
Nou ja, daar kan ik u alleen maar van zeggen. Nou, er zijn twee dingen. U krijgt van ons een evaluatie. En ik hoop ook dat u om ons heen, om het college heen, ook gewoon de ondernemers opzoekt. En ze eens vraagt hoe het met ze gaat. Want ik denk dat dat ook een mooie rol is. En dat u zich ook niet alleen maar moet verlaten op wat wij hier te melden hebben in deze raadzaal. Ik denk dat de gesprekken die in ieder in het kader van verbindend bestuur en wat de raad ook graag wil, een rol heeft om ook die verbinding met die ondernemers maar eens individueel te zoeken af en toe. Dus die evaluatie komt, daar heb ik ook toegezegd. En daar hoeft u dus in uw woorden niet bang voor te zijn. Dank u wel. Kijk even of er behoefte is aan een tweede termijn. Ja? De heer Zuur. Ja, dank u wel voor de uitgebreide beantwoording. Ja, ik was even benieuwd of er ook al verdere ideeën waren hoe het gemeten kan worden of het succesvol is. Ik heb inderdaad de enquête gezien, maar ik was even benieuwd of er ook al andere zaken zijn. De nulmeting werd even genoemd, die specifieke enquête. Maar ja, ik hoop in de rapportage straks daar wel zaken over te zien, dat we kunnen zien of het werkt. Nou, onderscheid en verbinding, ja, dat zijn mooie dingen. Financieel onderscheid en ja, verbinding zou eigenlijk moeten versterken tussen de verschillende projecten. Dat wordt nogal een hele klus, denk ik. Maar goed, we krijgen uitleg als het toch op een, ja, zeg maar een minder eigenlijke manier, misschien oneigenlijke manier met elkaar verbonden wordt. En dan worden we daarin meegenomen, dat is mooi. Ja, voor wat betreft de financiën, ja, het is toch wel een beetje zo. Je wist ook bij de begroting natuurlijk dat de pot-economie niet zo vol zat. Dat is ook met andere onderwerpen gebleken. Dus ja, daar is toen ook geld voor gereserveerd. Maar goed, ik begrijp ook wel dat voor projecten geld nodig is. Het mooiste is nog dat er ook blijkbaar projecten zijn zonder dat er geld nodig is. Dat die al wel beginnen. Nou, dat zijn volgens mij de mooiste projecten. En misschien zijn dat ook wel projecten waar je de andere partijen die daar ook een bijdrage aan leveren warm voor kunt maken. Dat die misschien ook wel willen bijdragen. Dat zou natuurlijk nog heel mooi zijn, want wij hoeven niet als enige die flappetappen te zijn. Als bedrijven daarvan profiteren, mag je denk ik ook iets terugvragen. Convenant vraagt ook van beide partijen iets. Dus misschien dat er in dat kader ook kan worden gedacht. Nou, dat is even, ja, het zijn allemaal geen grote hindernissen. Maar dat wilde ik wel even gemeld hebben in de tweede termijn. Dank u wel. Bij de heer Stoker nog hoefte? Tweede termijn? Nee. Bij de heer Zwierse hoefte om daarop te reageren? De heer Nijenbaan, ik meld zich voor de tweede termijn. Maar zie ik dat wel goed? Of, een beetje ongebruikelijk, meneer Nijenbaan. Oh, sorry hoor, dat is er ongebruikelijk. Maar toch wilden wij nog even een klein zegje doen als ik kan. Ja, God, zoals wij dat in de commissievergadering van 2 april hebben aangegeven, misschien weet je toch wel een dynamisch plan. En ja, goed, wij stellen wel, nu is de werkgelegenheid goed te noemen. Maar misschien komen er ook nog wel een keer weer andere tijden. En dan hebben we onze ondernemers wel keihard nodig. En dus daarom is het juist nu te werken aan een versteviging en uitbreiding van die positie. Vinden wij wel belangrijk. Wij vinden het daarom ook een verantwoorde investering. Al moeten we als gemeente wel steeds kritisch op de solvabiliteitspositie blijven kijken. Behoedzaam zijn dus. En het voorliggende stuk kan gelet op het belang van onze gemeente op onze sympathie en goedkeuring rekenen. Dank u wel. Dat mag natuurlijk prima in de tweede termijn. Hè? Een stemmotivering, dus prima. Dank. De heer Zwierse, wel toch een behoefte om inderdaad even in te gaan op datgene wat gezegd is. Gaat er gang. Ja, ik kon me even niet inhouden als het ging om de bijdrage die de ondernemers doen. We hebben het nog niet eerder meegemaakt dat de ondernemers zeg maar zelf al aankwamen met de namen om tijd te steken in de projecten. Dus die bijdrage in Natura die is natuurlijk hartstikke welkom. Ze steken daar tijd in. En u weet ook, voor een ondernemer is tijd ook geld. En daarnaast hebben zij nog niet zo lang geleden de BIS ingevoerd, waarin ze zelf ook geld ophalen om ook
al te werken aan de uitstraling, onder andere van de industrieterreinen. Dat hebben ze ook allemaal zelf georganiseerd en daar zijn we hartstikke blij mee. Dus ik kon het niet even nalaten om de complimenten daar ook even voor te geven aan de ondernemers in ons gebied. Daar bouwen we op voort. Maar terecht, als er projecten zijn, dan zullen de ondernemers daar ook belang bij moeten hebben. En dat belang, dat is niet zelden ook in geld uit te drukken. Dank u wel. Ik stel voor dat we beraadslagingen sluiten over dit onderwerp. En dan is aan de orde de besluitvorming. Een zestal besluitpunten. 1. In te stemmen met geactualiseerde economisch beleid van Koevoorde onderneemt. 2. Voor de uitvoering van de geactualiseerde beleid van genoemde projecten in 2019 een bedrag van €155.000 beschikbaar te stellen. En deze kosten te dekken vanuit de algemene reserve. Dat was punt 3. Punt 4. De derde wijziging van het programma begroting 2019 vast te stellen. Punt 5. De benodigde middelen van in totaal €545.000 voor de uitvoering van projecten in de periode 2020-2022 te betrekken bij de samenstelling van de kaderbrief 2020. En punt 6. Kennis te nemen van het voornemen een convenant met ondernemend Koevoorde te sluiten. En ik meen uit uw bijdrage te mogen opmaken dat u met algemene instemming met dit voorstel kunt instemmen. Dat is al dus besloten. Dank u wel. Nou, dan komen we bij een bespreekpunt met wat bijzonder karakter. Een afscheid van een raadslid. De heer Geertsma, en daarvoor weet u, is het gebruikelijk dat ik in ieder geval even achter het spreekgestoelte plaatsneem. En de volgorde is meestal zo dat ik als voorzitter van uw raad het vertrekkende raadslid nog enige woorden toevoeg. Die kan daarna toch niks meer doen, zei het, dat hij het laatste woord heeft. Dat is, als de heer Geersema dat wenst, ook dit keer het geval. En voordat dat laatste woord er is, zal de heer Zuur hem ook nog even toespreken namens u als mede-raadslid, als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, maar ook als de fractievoorzitter, waar de heer Geersema natuurlijk ook de afgelopen periode onder heeft gewerkt, mee heeft gewerkt. Goed. Ja, de heer J.J. Geersema, Jaap Jan. En ik heb me laatst zitten afvragen of dat toch ook een deels een verklaring bevat voor de zoektocht die ik, waarvoor ik mij gesteld zag om voor de tweede keer de heer Geersema toe te spreken als vertrekkend raadslid. Want de laatste keer was nog betrekkelijk kort geleden in 2014. Een mooi en memorabel moment, denk ik zelf, waarin ook een koninklijke onderscheiding, de heer Geertsema, te beurt viel. Vanwege een al eerder langdurig lidmaatschap van uw gemeenteraad. Maar u heeft de brief gezien die Jaap-Jan heeft gestuurd aan u. Nee, niet aan mij natuurlijk heeft gestuurd, maar op uw agenda ook te vinden is. Dat er tot zijn eigen verbazing, niet in de laatste plaats, als kandidaat nummer 9 van de CDA-lijst, en u kunt ook tellen dat zijn er toch echt minder geworden, maar dat hij toch met voorkeurstemmen in uw gemeenteraad werd gekozen. En ervoor gekozen heeft om dat mandaat van die voorkeurstemmen ook daadwerkelijk in te vullen. En toen we het vanochtend even over uw afscheid hadden in deze raad, was een van de collegeleden, ik zal geen namen noemen, die zei van ja, ik zou Jaap-Jan Geertsema eigenlijk wel een schop willen geven. En dat bedoelde hij natuurlijk niet in de figuurlijke zin, maar in de letterlijke zin, namelijk eenzelfde soort instrument als u bij uw toenmalige afscheid in 2014 aan het toenmalige college, wat er nog niet eens was overigens, want het afscheid van de raad was natuurlijk voordat het college was geïnstalleerd. Maar u heeft toen een schop aan deze raad overhandigd, laat ik dan maar zo zeggen, met daarbij de oproep om toch vooral goed te zorgen dat de volgende stappen in de aanpak van het centrum van Koevoorde zouden worden gezet. En u heeft in uw brief ook aangegeven dat dat voor u ook een van de redenen was om naast de voorkeurstemmen zich ook verplicht te voelen om te zien vanuit de positie in de raad hoe dat wensbeeld in uw woorden uiteindelijk zou worden geconcretiseerd in het gebied rond de markt. En het college, dat maakt u uit de opmerking die vanochtend viel wel op, heeft wel de overtuiging dat er misschien wel meer nodig is dan het ruime jaar wat u nu in deze periode heeft gediend. Maar dat wij de overtuiging hebben dat die concretisering daadwerkelijk aan de orde is.
Ja, en dan toch even terug op uw stap nu om afscheid te willen nemen. U heeft daar nooit een geheim van gemaakt, ook dat beschrijft u in uw brief. Was al langer bekend dat met uw pensionering het voornemen was om de gemeente uiteindelijk te verlaten. De gemeente waar u bijna de helft van uw leven hebt doorgebracht. En dan te gaan naar Loppersum. En we kennen allemaal Loppersum. Ja, maar u beschrijft dat ook met trots. En zo heb ik het ook begrepen in het gesprek met u. Loppersum is niet op de meest aangename wijze in het nieuws. Want dat gaat over aardbevingen en dergelijke. Maar dat tekent u ook wel een beetje, moet ik zeggen. Dat u er dan ook voor kiest om in die zin zou je bijna kunnen zeggen de confrontatie ook maar aan te gaan met dat beeld. En daar gewoon te zeggen, ik wil daar een aardbevingsbestendige woning. Sterker nog, ik ga me ook aansluiten op gas. Daarmee bent u ook de laatste die dat is gelukt in dat wijkje. En dat schetst tegelijkertijd ook wel een beetje hoe we u al in natuurlijk dit laatste anderhalf jaar hebben leren kennen. Maar ook in die periode daarvoor. En degene die u daarvoor hebben meegemaakt, die dachten misschien, oh, Jaap-Jan Geersema komt weer terug. Want u stond bekend natuurlijk toch wel om een stevige, scherpe ondervragingsstijl. Hè, met goed geformuleerde vragen waar je echt wel over het antwoord even moest nadenken. Bij uw vorige afscheid hebben we natuurlijk ook uitvoerig stilgestaan bij de verdiensten van die periode. Maar dat bracht misschien toch ook wel een beetje de gedachte met zich mee hè, dat in deze periode u ook met frisse moed, immers gepensioneerd hè, en veel meer tijd dan daarvoor, goed gemutst en vers bewapend het strijdperk van deze raadzaal weer zou betreden. Dat viel alleszins mee. Als je dat als een dreigbeeld zou hebben opgevat, zeg ik maar even in uw richting. Want mij viel één ding nog op uit de annalen van deze raadsperiode. En dat was wel vrij vers in deze beginperiode. Waar Gert van Albers, hij zit hier onder ons in de zaal, doe ik ook nog even een artikel wijden aan het gemor in Coevorden. Als duurste Drentse gemeente. Dat was toen, is inmiddels natuurlijk niet meer zo, maar toen was dat wel een thema. En dat was een van de binnenkomers waar u in deze raadsperiode u zich mee meldde. Er lijkt toch een zekere kalmte over u te zijn neergedaald in deze laatste periode. Dat zal met uw privéomstandigheden te maken hebben. En natuurlijk de veranderingen die u sowieso al aan het voorbereiden was met de verhuizing en dergelijke. Wat dat betreft alle begrip daarvoor. Maar het deed mij wel een beetje denken aan dat verschil tussen Drenthe, want u bent tenslotte een geboren Drent. Drenthe en Groningers, hè, dat men als men zegt, spreekt over Drenthe, ja, die zijn eigenlijk te aardig om eerlijk te zijn. En Groningers zijn misschien wel te eerlijk om aardig te zijn. En wij kennen u allemaal als een buitengewoon aardige vent. Hè? Maar u bent ook wel heel eerlijk. Dus ik denk dat de ene Jaap is, de andere Jan. En dan mag u zelf bepalen in welke volgorde u dat zou willen zetten. In ieder geval, de heer Geersema, heel veel dank voor uw consequente opstelling om deel te willen uitmaken en gebruik te maken in die zin van het mandaat van de kiezer om die plek ook in te vullen. Helaas hebben we nu van u al als inwoner afscheid moeten nemen, want u bent per 1 april 2019 hier uitgeschreven en gevestigd in Loppersum. Vanaf deze plek kan ik u ook niet veel anders wensen dan het allerbeste. In Loppersum. We hopen dat u nog heel vaak aan ons denkt en dat zal ongetwijfeld lukken. We hopen ook dat u samen met ons daar inderdaad dat nieuwe begin in die... Nou wordt het steeds erger. Dat was het signaal voor de opkomst van de griffier, begrijp ik nu. Met het cadeau. Want u weet, er hoort een cadeau bij, een afscheid. Dat geef ik u graag namens de gemeente mee. Het is voorzien van een nieuw aandenken. Een nieuw plaatje waarin uw periode als raadslid staan vermeld. Vorige keer kreeg u de kleurenhoutsnede van de Katshaar Schans mee. Dicht bij Coevorden.
Maar ja, omdat u nu naar het noorden verdwijnt, hebben u een beetje bij wijze van spreken figuurlijk uitgezwaaid. En krijgt u nu diegene van het Oranjekanaal mee. Dichter bij Groningen konden we helaas niet komen. Maar ik hoop in ieder geval dat de compositie u ook in de toekomst in dat prachtige, nieuwe, moderne, aardbevingsbestendige huis in Loppersum ons u nog in ieder geval in gedachten regelmatig bij ons in Coevorde terugbrengt. Het gaat u goed. Dank u wel. Thans het woord aan de heer Zuur. Ja, in dat strijdgewoel ga ik maar even op, ook maar even op afstand staan, gepaste afstand. Beste Jaap-Jan, en ik sta hier als, natuurlijk als plaatsvervangend voorzitter van de raad, maar eigenlijk heb ik me vooral veel meer geschreven vanuit mijn rol als fractievoorzitter. Ik heb jouw afscheid de volgende titel gegeven, bevingsbestendig. Hoewel het niet de intentie is om tussentijds afscheid te nemen van een fractiegenoot, zijn er soms omstandigheden... Omstandigheden die je als partij soms bijna over jezelf afroept, die daartoe nopen. De intentie om een kandidatenlijst zo evenwichtig mogelijk samen te stellen, woonplaats, man, vrouw, leeftijd, kennis, ervaring, etc., leidde ertoe dat je ondanks de eerdere drie periodes in de raad via de ledenvergadering waarin de kandidatenlijst werd vastgesteld, alsnog op de lijst kwam te staan. Jij werd er niet warm of koud van. Dat je op die lijst kwam bleek een goede zet. Je trok behoorlijk wat stemmen en zelfs zoveel dat je de beoogde kandidaat Lidie Klein-Gunnewiek uit de raad hield. Ik weet zelf inmiddels ook hoe dat voelt. Je kwam dus in de raad om toch nog maar even van dichtbij te bekijken of het centrumplan conform de beoogde uitwerking vorderde. Kortom, of je Bats, want zo noemde je hem toen, de schep overhandig bij je afscheid in 2014, werd dat nog genoemd, of die al wel werd gebruikt. En of dat vergadermodel waar jij eerder een grote bijdrage aan hebt gehad, nog wel steeds juist werd gehanteerd. Je had je draai weer snel gevonden en ook het thuisfront dat toch wel verrast en verbaasd was en ook niet direct enthousiast, dat vond je snel aan je kant. Rotsvast en ijzersterk. Zeker ook in de fractie. Misschien wat minder in de raad, maar zeker ook in de fractie. In die fractie bleek je kennis en ervaring, maar ook je zakelijkheid en nuchterheid, en vooral dat laatste, goed van pas te komen. Bij gebrek aan een fractieondersteuner, toen nog, zette je een structuur neer waar we ook de komende tijd de vruchten van kunnen plukken. Namens de fractie en de nieuwe fractieondersteuner Wilma Visser, hartelijk dank daarvoor. In de fractie, maar soms ook in de raad, bleek je soms onnavolgbaar in je aanpak en inbreng. Aan de andere kant kon je soms ook behoorlijk direct en met een bijzondere humor fantastische vergelijkingen maken. Onder andere via de groep WhatsApp. Maar helaas kan en mag ik daar niets concreets over melden in de openbaarheid. Je bevingsbestendigheid bleek ook toen je vrouw zo'n half jaar geleden ernstig ziek bleek. Je bleef nuchter, rustig en stond haar met alles wat je had terzijde gedurende de zware behandeling. Het was bijna niet te merken, maar dit raakte je, logisch ook. Gelukkig lijkt daarbij het ergste achter de rug en is de weg omhoog ingeslagen. Wij wensen ons daarbij van harte beterschap. En juist in die periode werd je ook nog opnieuw opa. Van Emma Hilde Ansje. Wat ligt het dan dicht bij elkaar? Maar jij bleef, althans voor het oog, bevingsbestendig. En dat brengt mij op je afscheid. Je vertrekt niet voor niets uit de raad. Je wilt samen met Ans dichter bij de kinderen en kleinkinderen zijn. En je hebt daartoe in het aardbevingsgebied, in het epicentrum te Loppersum, een aardbevingsbestendig huis laten ontwerpen. En zoals we je kennen, heb je daar als oud kwaliteitscontroleur gecertificeerd. En wel, geen detail over het hoofd gezien. En ook de gemeente aldaar heeft inmiddels kennis gemaakt met de grondige, onverzettelijke, nimmer aflatende nieuwe inwoner Jaap-Jan Geertsma. Ga daarmee door en hou ze ook daar wakker. Onze fractie laat je gaan. Dat was nog niet helemaal zeker bij je hernieuwde aantreden, maar lag wel in de lijn der verwachting.
Lidi heeft mede daardoor een warming-up kunnen doen en gaat ons, als haar geloofsbrieven althans goedgekeurd worden, ik heb iets gehoord over een hele stevige commissie daarvoor, vanavond versterken. Alhoewel het moeilijk zal worden om jou te evenaren, maar dat verwachten we ook niet van jou, Lidi. Onze fractie wil jou, Jaap-Jan, danken voor je inbreng en bijdrage gedurende je slechts eenjarig lidmaatschap, raadslidmaatschap deze keer. Deze is met name vanwege je kennis en jarenlange raadservaring bijzonder goed bruikbaar en van grote waarde gebleken in de deels nieuwe fractie. Je gedachtegoed ten aanzien van de centrumplannen zullen we koesteren, daar kun je van op aan. En waar nodig zullen we je wellicht nog eens om raad vragen. De BATS zal namelijk ook wat ons betreft nog volop gebruikt moeten gaan worden. Om er uiteindelijk wat moois van te maken. Jaap-Jan, nogmaals dank namens de fractie. Het ga je, jullie, goed, samen met kinderen en kleinkinderen en verder allen die je, jullie daar dierbaar zijn. Dankjewel. Met de bloemen namens de gemeenteraad. Ja, Jaap-Jan, je hebt het laatste woord. Althans, in de functie als raadslid. Want voorlopig uitgesproken ben je nog niet, denk ik. Ga je gaan. Ja, op die bas die Zwiers van mij heeft gekregen staat Koevorden beweegt. Dat was toen het motto hier. Loppersen beweegt echt. Ik maak daar wel eens de grap. Ik hoop dat wel gaat aardbeven daarvan. Dan weet ik of de berekening klopt. Want het zou frustratie zijn dat er gewoon niks meer gebeurt vanaf nu. Maar die grap maak ik alleen hier. Moet je in Groningen niet doen. Het is inderdaad, ik wil het kort houden, het is inderdaad een hele rare periode geweest. Het was heel apart om de raad weer in te komen met voorkeurstemmen, dat was niet de bedoeling. Maar goed, ik voelde mij wel verplicht. Het eind is een hele rare periode geweest toen Ant ziek werd. Maar een van de mensen op de bouw zei, ook al woon je hier maar één dag samen, dan is het nog de moeite waard. Dames en heren, dan mag Jaap-Jan nog heel even plaatsnemen op zijn plaats. Maar dan moet hij wel snel, vrees ik, plaatsmaken voor zijn opvolgster. Haar naam viel al, maar er moeten nog geloofsbrieven worden onderzocht. Dus dat geeft nog enige respijt. En nog even te laten inzinken hoe het voelt om hier te zitten, Jaap-Jan. Ik stel voor dat we als commissie onderzoeksgeloofsbrieven de heer Stoker en de heer G. Mulder en mevrouw Vissering benoemen als commissie onderzoeksgeloofsbrieven. En ik nodig hen uit onder begeleiding van de griffier om dat werk te aanvaarden. En gedurende die tijd dat kost, schors ik de vergadering. Goed, dames en heren, ik verzoek u uw plek weer in te nemen. De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft haar werkzaamheden beëindigd. De vergadering is hervat, dames en heren. Aan de orde is punt 484. Het verslag van de voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven van mevrouw Klein-Gunnewijk-Penterman. Ik geef het woord aan mevrouw Vissering. Ja, dank u wel, voorzitter. De commissie onder leiding van de heer J. Stoker, de heer G. Mulder en mevrouw M. Vissering uit de gemeenteraad van Koevorden, in wier handen werd gesteld de geloofsbrief en verdere bij de kieswet gevorderde stukken, ingezonden door Klein, Gunnewijk, Penteman, L. G. H. Lidi, vrouw, geboren 17.03.1969... op dinsdag 16 april 2019, benoemd tot lid van de gemeenteraad van Koevorden, rapporteert de gemeenteraad van Koevorden dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde is bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. En de commissie adviseert tot haar toelating als lid van de gemeenteraad van Koevorden. Dank u wel. Dank u wel en dank aan de overige commissieleden voor de verrichte werkzaamheden. En ik stel u voor om conform het advies tot toelating te besluiten. Dat is
daarmee ook conform gedaan. En dan, ja, dan zijn we daarmee bij agenda punt 8.5. Verzoek ik mevrouw Klein-Gunnewiek-Penteman om hier voor mij plaats te nemen. En ik verzoek de leden van de raad te gaan staan voor het afleggen van de eed. Ik heb begrepen dat u de eed wil afleggen. Ja, niet de belofte. Ja, nee, dat is wel even cruciaal voor de tekst en de handelingen die u geacht wordt te verrichten. Maar daar bent u uitvoerig over geïnstrueerd, volgens mij. Nou, als u de eed aflegt, mag u, als ik de tekst heb voorgedragen waarop u geacht wordt te zweren, dan mag u, het mooiste is ook, twee vingers van de rechterhand in de lucht te heffen en dan de woorden uit te spreken. Zo waarlijk help mij God Almachtig. Dat is de enige handeling waarop de hele raad staand om u heen op u toekijkt om de druk nog maar wat op te hogen. Maar het komt vast goed, want we zijn onder elkaar. De tekst. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw reactie? Dank u wel. Dan mag ik u als eerste feliciteren met uw installatie als lid van de gemeenteraad van Koevoorde. U veel succes wensen. U weet ongeveer waar u aan begint, want u bent hier niet voor het eerst. Hè, maar dan in een andere hoedanigheid, nu voor het echi. Veel plezier en veel succes. Nou, sterker nog, u mag nu plaatsnemen op de plek waar voorheen de beruchte en beroemde heer J.J. Geertsema zich bevond. Ja, de leden van de raad mogen weer gaan zitten. En ik troost u met de toezegging dat het moment om te kunnen feliciteren nu heel snel zal volgen, want we hebben inmiddels geconstateerd dat agenda punt 8.6, kijk, het naambordje staat er inmiddels ook, agenda punt 8.6 is op voorstel van uw raad met agendawijziging verdaagd tot een later moment. En dat betekent dat het enige agendapunt wat mevrouw Klein-Gunnewiek-Penteman kan meemaken als kerstverslaglid het moment van de sluiting van deze raadsvergadering is bij deze. Op de valreep, beste mensen, nog even. Vermits beneden open is, is dat misschien een plezierige ambiance om het nieuwe raadslid te verwelkomen en afscheid te nemen van Jaap-Jan Geertsema. De drankjes zijn in ieder geval in het begin voor onze rekening.